Een uitverkocht huis met 13.250 toeschouwers. Als je binnen 2 minuten met 1-0 achterkomt, dan maak het jezelf niet heel makkelijk als Sparta zijnde. Ja, ik denk dat we uiteraard goed beginnen als je zo snel scoort. Achteraf een terechte overwinning voor PEC. Overal was het inderdaad denk ik een terechte overwinning. En voor ons belangrijk op weg naar de positie die we willen. En waar we ons voor willen kwalificeren, het Europees voetbal. Welkom allemaal bij de persconferentie in de afloop van PEC Zwolle Sparta. In een uitverkocht huis met 13.250 toeschouwers eindigde de wedstrijd in een 2-0 overwinning voor de thuisploeg. Kijk, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik moet beginnen. We wisten dat we tegen een ploeg speelden wat op dit moment wat minder speelde dan de eerste helft van de competitie. Geweldig, 34 punten. Ook vorige week hebben we kunnen zien tegen Feyenoord dat het nog steeds een ploeg is met veel individuele kwaliteit en snelheid. En dat lieten ze vanavond ook bepaalde momenten zien. Maar nogmaals, als je binnen 2 minuten met 1-0 achterkomt, dan maak het jezelf niet heel makkelijk als Sparta zijnde. Ondanks dat denk ik dat we redelijk terugkwamen, zeker de eerste helft. En we een aantal kansen creëerden om gelijk te komen. Of in ieder geval een goal te maken. En dan weet je dat PEC ook de mogelijkheden krijgt. Want die vaardigheden hebben ze. Ik denk dat we de eerste helft terug hadden moeten komen, gezien de kans ook die we kregen. Nou, de tweede helft, eerste fase ook weer eigenlijk gelijkwaardig, waarbij PEC nog steeds de controle had over de wedstrijd, dat moet ik ook eerlijkheidshalve toegeven. Je krijgt toch nog een paar kansen en dan, zolang het 1-0 blijft, heb je altijd de kans om gelijk te maken of zelfs nog te winnen. Ja, dan geven we na een aantal minuten ook weer die tweede weg. Heeft dan misschien ook weer te maken met de druk zetten van PEC, dat kan natuurlijk ook, maar dat is natuurlijk wel een fout van de keeper. Ja, en dan wordt het 2-0, ja, en dan met alle eerlijkheidshalve, dan zijn wij niet bij macht om daar nog op terug te komen. Dus achteraf een terechte overwinning voor PEC. Voor ons was het natuurlijk belangrijk om, elke wedstrijd is het belangrijk, maar om die 3 punten weer binnen huis te houden, uitverkocht huis. Het leeft enorm. En ja, ik denk dat we uiteraard goed beginnen als je zo snel scoort. Maar dat het al een keer eerder gaat tegen Breda NAC in januari. En dan zie je toch ook een beetje dat de ploeg op 2 gedachten gaat hinken, omdat je zo snel op voorsprong komt. Nou was het denk ik deze wedstrijd iets anders. We geven Sparta 2 grote mogelijkheden doordat we zelf heel snel balverlies leiden op het middenveld. En ik vond dat in de eerste helft sowieso was dat een beetje ons probleem, dat we wat onrustig waren, waardoor als je te snel in de opbouwfase de bal verliest, dan weet je dat je elftal wat niet goed in de organisatie staat, wat lang gerekt is en dan geef je de tegenstander de mogelijkheden om daartussendoor te voetballen. En deed Sparta 2 keer en dat waren 2 grote kansen. Nou, dan komen we goed weg, want daar hadden ze gelijk kunnen komen. Ze een van die 2 hadden benut. Maar ja, nogmaals, ondanks dat denk ik dat we de eerste helft ook eventueel die tweede hadden kunnen maken. Maar zeker in de tweede helft ben ik tevreden. Ik denk dat we in de eerste helft wat we nog een beetje haperden, deden we in de tweede helft stukken beter. We waren vaster aan de bal, we creëerden veel meer kansen, we konden de druk op Sparta veel meer krijgen. En we dealden heel goed met hun lange ballen, waarin we voor de tweede bal gingen, dat we weten dat dat een kracht is van hun. Maar daar zaten we goed dichtbij iedereen en overal was het inderdaad denk ik een terechte overwinning en voor ons belangrijk. Op weg naar de positie die we willen en waar we ons voor willen kwalificeren, het Europees voetbal. Dus een mooie stap in die richting. Sluit ik hier bij de persconferentie en wens iedereen een fijne avond. Gaat je goed. Succes.